hele goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Ik ben vandaag lekker rustig opgestaan en toen ben ik lekker gaan douchen, mijn haren weer even gedaan en ik heb me even omgekleed. Ik heb een blouse aan van Boer.com met een topje van Zara, Zara broek en mijn loafers. En ik vind het echt een heerlijke outfit, gewoon relaxed. Soms heb ik ook helemaal geen zin in strakke outfits, dan zijn blouses eigenlijk echt perfect. Dus weer, soms denk ik van, de blouse vind ik echt heel erg gaaf. En dan kijk ik iets langer en denk ik van, what the fuck heb ik aan? Ik weet het eigenlijk niet zo met dit blouse. Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding ermee. Maar ik vind het vooral echt heel erg leuk dat er van die gouden knopjes op zijn en zo. Dat maakt helemaal af. Ik vind hem wel leuk, denk ik. Er is straks een afspraak, maar ik heb echt een heel leuk pakketje binnengekregen. En die wil ik even aan jullie laten zien voordat ik naar mijn afspraak ga. Dus ik ga er even voor zitten. En dan ga ik jullie al het leuks laten zien wat ik heb binnengekregen. Ik ben hier echt zo blij mee. Het is binnen weer echt niet normaal warm, dus ik heb een ventilator aangedaan. Heerlijk. Ik weet niet of jullie het kunnen horen. Sorry voor het geluid, maar anders overleef ik het echt niet tijdens het opnemen. Ik heb dus een pakketje gekregen van Look Fantastic. En het is een webshop vol met beautyspullen, parfums, make-up, noem het maar. Ook met allemaal super leuke merken. En ze hadden mij eigenlijk benaderd om een paar dingen daaruit te kiezen en dat in mijn vlog aan jullie te laten zien. Dus eigenlijk heb ik een beetje mijn favoriete producten uitgekozen die ik eigenlijk heel graag wou en die ga ik nu met jullie delen. Oké, laten we maar starten. Dit is echt meteen mijn favoriete make-up product. Oké, nee. Mijn lippen vind ik echt, tenminste lipstick en lipliner is denk ik echt mijn favoriete make-up product. Maar daarna echt gewoon een goede bronzer. Zoals jullie weten ben ik best wel licht, dus ik gebruik best wel veel bronzer. En ik heb deze gekozen. Ik zag deze en ik was gelijk verkocht. Het is de bronzer van YSL, Bronzing Stones. En ik heb nummer 3. Wat eigenlijk veel te donker is voor mij. Eigenlijk moest ik nummer 2 hebben. Maar ik vond deze echt zo mooi. Ik gewoon heb gezegd, nou doe maar gewoon nummer 3. Want ik wil hem echt zo graag. En het leuke trouwens aan deze webshop is dat de prijzen echt gewoon per product zo'n paar euro kunnen schelen. En uiteindelijk ben je echt gewoon zo'n 10 à 15 euro goedkoper uit in totaal. Dus dat vond ik echt heel erg chill. Want ik heb even de prijs opgezocht van deze bronzer bij Look Fantastic. En vergeleken met andere webshop. En toen kwam ik echt een paar euro goedkoper uit. Dus echt heel erg tof. Ik vind de verpakkingen van YSL altijd echt zo mooi. Gewoon goud. Ik hou hier echt van. En je krijgt er echt een heel schattig borsteltje erbij. Oh, ik hou hier echt van. Love it. Weet je dit mijn eerste cadeau van Nessie? Gewoon make-up was van YSL. Omdat ik de verpakking gewoon zo mooi vind, heb ik ze nog steeds gewoon daar liggen. Echt super cute. Dit is de bronzer. Oh, deze is echt zo. Dit is de bronzer. Echt super mooi. En als je dus goed kijkt, zie je een beetje een peachy kleurtje in de bronzer. En ik vond het echt zo mooi. Ah, oh, dit voelt zo zacht aan. Ik ben zo benieuwd. Oh, ik vind hem echt heel erg mooi. Ik zie ook al een beetje verschil. Hij is echt een beetje heel erg mooi peachy. I love it. Tweede product wat ik heb gekozen. Dat is... En dit vond ik ook echt zo erg leuk. Het is echt gewoon typisch medium. Maar ik heb dus een oogschaduwpaletje uitgekozen van een speciale MAC collectie. Namelijk die van Aladdin. En het is de eyeshadow palette van Princess Jasmine. Ook echt een collectors item. Ook al zou ik hem nooit gebruiken, wat ik overigens wel ga doen. Zo cute. Dit ga ik gewoon echt forever bewaren. Oh, dit is zo mooi. Princess Jasmine. Even kijken naar de kleuren. Oh, wauw. Dit zijn ook echt gewoon de kleuren die ik gewoon altijd gebruik. Letterlijk. Ik gebruik eigenlijk alleen maar deze kleuren. Gewoon een beetje zandkleuren. Een beetje subtiele glitters. Oh, ik vind deze kleur zo mooi. Niet normaal. Eigenlijk zou ik het palletje gewoon mee kunnen nemen op vakantie. En ik zou me prima kunnen redden met deze kleuren. Verder heb ik gekozen, want ik heb nu wel make-up op, maar ik heb nog geen setting spray op, want die van mij was op. En ik wou heel graag weer van Urban Decay. Ik heb hem een tijdje gehad en toen vond ik hem echt zo erg goed. Maar daarna had ik elke keer weer een andere setting spray zelf opgestuurd gekregen. Maar dit is tot nu toe echt mijn favoriet en echt by far gewoon de beste setting spray ever. Je make-up blijft echt heel erg lang goed. Er staat hier dat het 16 uur lang
goed blijft. En ik geloof het gewoon. Dit is echt de beste setting spray ever. Gelijk opdoen. Een tijdje geleden had ik een meeting met een vrouw en die rook zo erg lekker. Zoals ik jullie al eerder heb verteld in mijn vlog, ben ik echt gek op poedergeurtjes. Ik hou van Narciso bijvoorbeeld. Ik hou van Elisaap. Ik hou echt gewoon van poedergeurtjes. Maar het was zeg maar geen parfum, geen body lotion. Ze rook gewoon echt heel erg anders. Dus ik vroeg haar gewoon van, ja, wat heb jij op? En toen zei ze tegen mij van, ik gebruik eigenlijk altijd een poederparfum. Dat is gewoon een parfum in de vorm van een poeder. En die doe je gewoon erop. En dan van hetzelfde merk gebruik ik daarna nog de parfum. En blijft dan de hele dag gewoon zo lekker ruiken. En ik heb haar tip opgevolgd. En de poederparfum besteld van Giorgio Armani. See. En ik heb het echt nog nooit gebruikt. Dus ik ben echt zo erg benieuwd. Het ziet er zo cute uit. Oh mijn god, dat ruikt zo lekker. Oké, dan heb je dus dit. En het is gewoon parfum. Oh, dat ruikt lekker. Even in mijn nek. Achter mijn oren. Ik doe ook altijd hier een beetje. Het is zo ongelooflijk lekker. En gewoon precies wat ik zocht. Ik heb eigenlijk de parfum hiervan ook besteld. See van Giorgio Armani. Oh, dat is ook echt cute. Zo heel mooi lichtroze. Oké, even parfum spuiten. En als het goed is, krijg ik dus nu de perfecte geur de hele dag door. Ik ben echt zo benieuwd. Ik wil jullie nu even mijn nieuwe haarproducten zien. Want ik heb vanochtend mijn haar gedaan met mijn nieuwe producten. Ik heb dus allemaal producten gekregen van het merk Bouclam. Of Bouclam. Ik weet niet hoe ik het moet uitspreken. Maar het is dit merk. En je schrijft het dus zo. Bouclam. En het is een supergoed merk voor krullen. Ik gebruik al heel lang deze gel ervan. En ik gebruik het eigenlijk vooral als ik mijn haar al heb gedaan zoals nu. En ik zie dat het een beetje ergens pluist. Dat doe ik heel klein beetje. Want je hebt echt niet heel veel nodig van dit. Van deze gel erop. En dan doe ik het zo in mijn punten of zo. En het werkt bij mij echt supergoed. Er zit hier ook helemaal geen, geen sulfaat in. Geen siliconen, geen parabenen. Helemaal perfect voor krullen. Ja, ik ben echt heel erg benieuwd naar dit ook. Dus dat ga ik allemaal gebruiken. Ik heb eigenlijk alweer alle producten die ik heb uitgekozen van Look Fantastic. En ik ben er zo blij mee. Ik ruik trouwens zo niet normaal lekker. Heerlijk. Maar ik heb ook nog een leuke kortingscode voor jullie. En het is Miriam Ahmadi. Dat is gewoon mijn naam. Miriam Ahmadi. En dan krijg je 20% korting op alle make-up producten. Volgens mij met uitzondering van MAC. Maar de rest krijg je allemaal 20% korting. Dus veel shopplezier. Ik ben nu bij de MAC. En ik ga weer standaard mijn cappuccinootje hier halen. Ik heb er echt zoveel zin in. En daarna ga ik naar de tandenbleker. Ik weet niet of het een heel goed idee is. Maar ik heb echt heel lang niet met tanden gebleken. En het is echt zwaar nodig. En je kan daar dus ook je facings laten bleken. En dat ga ik dus ook doen. Dus ik ga gewoon van boven en van beneden laten bleken. Is echt weer nodig. Ik moet het echt om de zoveel tijd doen. Ik hou er niet van om elke maand te bleken of elke week. Want ik krijg er gewoon gevoelige tanden van. Maar bij deze niet. Want het is allemaal biologisch en zo. Dus ik reageer er iets minder heftig op. Dus dat is wat ik ga doen. Net voordat ik ging vertrekken was echt zo zielig. Dina die zat vast in een badkamer. En normaal gesproken als leraar dus vast zit in een badkamer. Dan gaat ze gewoon miauwen of gaat ze zo krabben op de deur. Maar Dina doet dat dus helemaal niet. Echt sneu. Maar zij gaat dus gewoon voor de deur wachten tot iemand het gaat openen. Maar ja, ik merk het natuurlijk niet als ik bezig ben. En toen zag ik opeens Lira de hele tijd naar de badkamer toe gaan. Toen dacht ik, oh, waar is Dinar? En toen zag ik Dinar niet. Dacht ik, oh mijn god, Dinar zit vast. Ik had het open gedaan. Ze zat gewoon heel netjes zo te wachten voor de deur dat iemand overdeed. Zij is echt zo schattig. Maar weet je wat ik echt raar vind bij Dinar? Is dat ze echt heel rare kattengeluiden maken. Ze miauwt zeg maar niet normaal. Goedemiddag. Hallo. Ja. Nee hoor, ik hoef er niks bij. Dankjewel. Doei. Maar ze miauwt dus echt zo raar. Ze miauwt eigenlijk niet. Ze maakt echt heel rare geluiden als het... Brrr, brrr. Dat soort geluiden maakt Dinar. Ik weet niet of er dan iets mis is met mijn kat. Maar het is sowieso niet heel normaal. Net aangekomen bij de tandenbleker in Schiedam. En ik ga denk ik 2 keer 20 minuutjes even doen voor vandaag.
Oké, maak ik even een before foto. Mag je dan op elkaar zetten? Smeer je ondertanden. Guys, ik ben net klaar met mijn tanden bleken. En ze zien er echt weer zo heel erg lekker fris uit. Heerlijk. Hier was ik echt aan toe. Nu moet ik er even voor zorgen dat ik niet rare eten naar binnen ga werken. Even alleen maar even water drinken voor nu. En over een paar uur pas eten. Dat is bitter, denk ik. Dan verkleuren ze ook niet. Maar echt heel erg blij. Ziet er echt helemaal fris uit. En ik zie ook altijd echt verschil met mijn facings. Want ze gaan je tanden dus van tevoren ook polijsten. En bij facings doen ze dat sowieso. Bij de tandarts ook. Als je je facings gaat schoonmaken. Dan gaan ze eerst ook polijsten voor je. Dus vandaar het iets mooier nog wordt. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ik doe eigenlijk helemaal niet lang hoor. Ik doe gewoon 2 keer 20 minuten. En eigenlijk voor de beste resultaat moet je eigenlijk 3 keer gaan. Maar ik heb er ten eerste geen geduld voor. En ten tweede, mijn tanden zijn zo gevoelig. Het is allemaal biologisch en zo. Maar alsnog, 3 keer durf ik gewoon niet aan. Ik ga altijd voor 2 keer en ik ben er echt heel erg blij mee. Zo, ik ben net alweer thuis. Ik ben ondertussen ook even naar de Jumbo gegaan. En ik ga eigenlijk nooit naar de Jumbo, maar altijd naar de Appie, omdat die hier gewoon heel erg dichtbij is. En dan merk je toch dat je opeens andere dingen gaat halen. Dus dat is wel chill als je even naar de andere supermarkt gaat, dat je met heel andere dingen thuis komt. En ik heb echt heel erg leuke dingen ontdekt. Want gisteren wou ik echt zo graag gewoon even naar de film en lekker snacken, popcorn, chips en zo. Maar dat kan natuurlijk niet, want ik moet echt even weer opletten wat ik eet. Maar ik heb iets echt heel erg leuks ontdekt, wat ik dus wel kan eten tijdens... Wat ik dus wel kan eten tijdens mijn keto dieet. En dat is... En het ziet er echt super lekker uit. Maar ik heb het nog nooit gehad. Maar ik heb het vaker voorbij zien komen. En toen dacht ik, ja, dat moet ik echt hebben voor een snack night. Voor een movie night. Als ik wil snacken, maar gewoon dat het wel kan. Nessie belde me even ondertussen. We hebben echt heel veel stress rondom papieren en shit. Ik ben echt blij als dat voorbij is. Maar het gaat dus om deze dingen. Kijk, dit zijn cheese pops. En deze heb ik dus bij de Jumbo gekocht. Ik weet eigenlijk niet hoeveel ze kosten. Ik heb ook de bon niet gevraagd. Echt dom. Het zijn cheese pops en het is echt gewoon 100% kaas. En dit mag je gewoon tijdens de keto dieet. Ik ben echt zo benieuwd. Gewoon eigenlijk cheese popcorn. En deze is van normale kaas. En deze is van cheddar cheese. White cheddar cheese. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. En ik laat jullie weten of deze lekker zijn of niet. Dus ik kom vandaag gewoon thuis eten. Dus ik heb even kip gesneden. Ik ga het nu lekker marineren. Dan kan ik het nog een uurtje in de koelkast doen of zo. En daarna ga ik het lekker grillen. Zo, ik ben klaar met marineren. Het gaat nu even in de koelkast. We gaan nu even de kip rijgen. Met handschoenen aan. Ik heb echt geen zin in die geur in mijn handen. Dus dan kijk ik naar de nieuwe aflevering van Temptation Island. Ik heb hier echt zoveel zin in. Zo, ik ben klaar. Dit gaat weer in de koelkast. Tot net zo even Abby die onderweg is. En dan ga ik het lekker grillen. Zo, lekker uitjes gesneden. Even uitjes bakken. Sperzieboontjes eroverheen. Zo, lekker uitjes aan het bakken in olijfolie. Met chili en zout. Lekker dit. Oh, heerlijk. Nessim is thuis en ik ben lekker een bordje aan het opscheppen. Ziet er lekker uit, joh. Nessim, eten is klaar. Yes. Het is zo heftig. Dit seizoen is echt een van de beste tot nu toe. En wij gaan lekker eten. Cola Zero. Lekker. Ik zit inmiddels in de auto. Ik heb me omgekleed. Ik heb even mijn sportkleren aangedaan. We hebben na het eten zijn we gaan slapen. We waren echt zo moe. En we werden wakker. Toen dachten we, oké, we doen gewoon even snel onze sportkleren aan. En dan gaan we gewoon lekker naar de gym. En ze is even water voor ons al bij gaan halen. 2 waterflesjes. Dan gaan we gewoon weer even knallen. We hebben nog precies, volgens mij, 22 dagen voor de vakantie. En Nessim denkt dat we het niet meer gaan redden. Maar ik denk het wel. Hadden we nog 22 dagen voor de vakantie? Yep. Dankjewel. We hebben heerlijk gesport. We zijn even thuis. We hebben gedoucht. We hebben even een beetje het huis opgeruimd. En Nessim die gaat zo... Wat moest je ook alweer doen vandaag, Nes? Oh ja, hij heeft zo'n podcast. Zo, ik ga deze popcorn even proeven. Oh, het ruikt best wel lekker. Gewoon kaas. Wat? Is het kaas? Ja, gepofte kaas.
Het lijkt niet op popcorn, het lijkt eerder op een kaarsstengel. Deze popcorn is super lekker. Smaakt naar kaarsstengels. Erg zoutig en heel erg heftig qua snack. Hij is nog helemaal vol. Ik heb er zo weinig gegeten omdat hij echt zo heftig is. Aanrader. Ik weet het eigenlijk niet. Misschien als je echt heel erg van kaas houdt. Maar het is echt heel heftig. Het smaakt naar een kaarsstengel, maar dan nog zoutiger. Okay, ik ga even de andere versie uitproberen. De white cheddar cheese. Ik hoop dat deze iets minder zoutig is. Oh, deze ruikt ook echt anders. Ook erg zoutig. De eerste is heel lekker, maar na de derde denk ik echt van, zoveel zout. Wel lekker knapperig. Af en toe als je chips mist, moet je even een paar van deze nemen.